Hi. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is super leuk te kijken naar deze nieuwe week. Ik ben samen met Blondie. Ik ben moe. Het is vroeg. Nou ja, niet heel vroeg, maar het is best vroeg. En ik heb een les zo. Ik moet daar over 17 minuten opzitten. Daar. Vanmiddag gaan we naar Ivy toe. Ik ga met Blondie en Mama doen. En er start. Gisteren was ik in de sportschool. En daar een personal trainer. En hoe heet dat? Die ging dus praten over honden, vachten en paarden, vachten. Kleintje gaan we niet laten schrikken. Ik was helemaal in mijn verhaal. Ja, maar helemaal in mijn verhaal. Maar hoi. Nee, dat ga ik niet meer doen. Dan ga ik wel weer blonde poetsen. Oh jongens, ik ben nu al zenuwachtig voor morgen. Ik moet morgen naar een didactiek dag. Voor een lesgeefdag voor mijn niveau 4 examen. Een didactiek dag, dus dan is het eigenlijk een soort leerdag, zeg maar. Ja, dat snap ik wel, maar waarom ben jij dan zenuwachtig? Nou, dan moet ik al mensen die ik niet ken gaan lesgeven die allemaal, zeg maar, mijn niveau rijden. En dan durf ik dat niet zo goed. Nou. Je bent 30. Ja, maar ik durf gewoon niet zo goed. Dus ik had fantastisch. Dus ik had eerst allerlei redenen gezocht waardoor ik misschien niet zou hoeven. Nee, maar het is verplicht. Waar zijn we vandaan? Weet ik niet. Nou, dat is gewoon weer iets nieuws en nieuwe mensen. En dan trek ik niet zo goed. Ja, maar Daan, je kan dit. Dit is jouw specialiteit zelf. Oh, mijn specialiteit. Nou, dan moet ik dat nog even gaan zoeken naar morgen. Wij hebben een poepschep. En heb je Ivy nog gereden van de week? Die heb ik. Niet opgeslagen. Wanneer heb je nou voor het laatst gereden? Oh ja. Nee, maandag heb ik niet gereden. Ik heb zelf gereden. Oh ja. Met slof? Ja, dat is mooi, Tess, waar die naartoe zakte. Dat is goed. Daar, ja, daar. Kijk maar of ze je daar mee wil nemen naar beneden. Goed zo, achterbeen naar voren. Zo, ja, daar. En niet zozeer langer, maar lager. Ja. Om dan dus die rug bol te maken. Hè? Want als we hem lang laten worden, dan wordt de rug hol. Zo, dus je wil hem niet kort, maar je wil hem laten zakken. Maar toch eigenlijk een beetje die ronding erin houden. Om echt te zorgen dat ze vanaf de staart tot aan de oren bol wordt. Zo, ja. Goed zo, daar. En dan zakken. Dan zakken. Zie je die hals dan ook breed worden? Ja. Dat is dan het goede, hè? Ik zag dat ook één keertje bij Ivy. En toen was ik helemaal van, oh, ze doet het. Ah, goed zo. Goed zo. Twee teugels. Niet te veel je hand afdrukken. Zo, ja. Achterbeen naar voren. Achterbeen naar voren. Achterbeen naar voren. Zo. Dus omdat jij met jouw been haar buik aan kan laten spannen en de achterbeen naar voren kan laten stappen, maakt ze die rug bol en dan kan ze die hals naar beneden zakken. Dus denk niet alleen aan die hals moet naar beneden, maar vooral dit moet gebeuren en dan die hals naar beneden. Daar, goed, super. Daar, dan weer kijken of die draf daar zit. Goed zo. Heel goed opletten. Ik snap dat je doet, hè, want ik doe het zelf ook. Dat je niet te veel mee wil kijken naar beneden. Ja. Ja. Daardoor ben je en te veel op haar hoofd gefocust en iets minder op de lijf. Maar je bent zelf dan ook makkelijk wat stijf in je schouders. Goed zo. Ik heb heel veel spierpijn in mijn schouders. Misschien dat ik daardoor het ook een beetje... Oh. Goed zo, heb ik dan weer niks mee te maken, hè? Wat? Zeg, daar heb ik dan weer niks mee te maken, hè? Nee, weet ik. Goed zo. Goed zo. Met je kuit. Heel goed. En van hand veranderen. Zo, en steeds aan haar vragen. Wil ze nog een beetje lager? Zo, aan je been. En dan weer een beetje zakken. Aan je been en dan weer zakken. Draai maar door daar meteen. Zo, ja. Goed zo. Daar, heel goed. Laat zakken. Laat zakken. Goed zo. Hier in de draf weer een beetje schakelen. De draf verruimen. En weer een beetje terug richting die bijna stap. En die draf weer verruimen. Zo, ja. Blijf rijden, goed. Goed, ja. Blijf dat achterbeen naar voren. En jij kan zelfs
als het goed is een keer met jouw been vlug zijn en toch in jouw lichaam zetten. Ho, rustig. Maar je hoeft niet harder. Zo, ja. Goed zo, goed zo. Rechte schouder sturen. Linker teugel soepel. Zo, ja, daar. En kijk maar of ze nog meer wil zakken. Zo, oh, niet te veel aan je binnenteugel, hè? Voelde je dat? Ja. Zo, ja, geef niet. Rij maar terug naar de draf. En ook hier, niet te veel op die binnenteugel willen regelen. Achterbeen naar voren. Aan de rechter teugel, aan de rechter teugel. Zit ook een beetje in je pols links. Die is een beetje te strak. Zo, daarom doe je je hand ook soms een beetje kantelen. Hè? Dat is eigenlijk alleen maar een teken dat die pols verstrakt. Zo, hou je duim bovenop. Zo, ja, goed. Goed, en zo rij je naar de stap. Maar neem je tijd, hè? Daar mag je best je tijd voor nemen. Zo, ja, en wil ze nog een beetje zakken? Wil ze nog een beetje zakken? Wil ze nog een beetje zakken? Zo, ja, niet te veel binnenteugel, anders gaat het kontje naar buiten. Laat maar liggen rijden, laat maar liggen rijden. Goed zo. Daar, goed zo. Heel goed, lekker uitstappen zo hoor. Ik denk wel dat dat er goed doet als ze morgen lekker kaal wordt. Ja. Want ze heeft nu echt het schuim in de billen staan. Goed zo. Goed hoor, hartstikke goed gereden zo. Mooi schuimmondje erop. Zo moeten we dat wel even doen. Kijk, natuurlijk, hè, we hebben even heel strikt dat we die wedstrijden hadden. Maar dan hebben we nu weer even tijd voor de basis. Weer even voor de ontspanning. Goed zo. Zo, ik ben alweer een tijdje klaar met de les. En ik ben hier samen met Blondie in het Uithofbos. We zijn lekker aan het uitstappen. Het kijkt waarschijnlijk heel raar aan. Waarom ben je met de telefoon in je hand en aan het filmen en hoeven? Maar we zijn lekker aan het stappen. Muziek hier in mijn oren. Allemaal andere paardjes tegengekomen. Springpad hebben we gedraafd. Want ik kon niet weerstaan. Maar het was natuurlijk uitstappen. Dus ik heb ook overwogen om naar McDrive te gaan. Als ik dat aan mijn mama gevraagd. Mama zei, nou weet je, dan moet even afspraak maken met McDonald's. Misschien kan je het dan een keer doen. Maar het mag niet van McDonald's zelf. Dus nou ja, ook wel logisch. Ik ga nu even naar stal stappen. Met nog een klein stuk rechtdoor in het Uithofbos. Dan naar links door Wijk heen. En dan ja langs Verburg. Ja, Verburg. En dan zijn we alweer. Nou, ik ga weer verder rijden en dan zie ik jullie zo weer. Hi! Leuk dat je er bent. Nog steeds. Ik ben hier samen met Ivy. Hele vieze Ivy. Want ik kreeg Ivy niet schoon. Zit nog, op sommige plekjes zit nog steeds modder. Ik heb geen idee waar, maar het zal wel. Want ze heeft lekker in de wei gestaan, liggen rollen. Dus het was helemaal top. Mara heeft afgelopen woensdag samen met haar gelest. Dat ging hartstikke goed. Maar vandaag gaan wij weer aan de gang. We hebben een stoute gehaktbal. Gehaktbal die eet moeder. Nee, mist. Dit de paard moet te vreten. Klefnek. Ja. Gisteren is ze gelongeerd. Stout gehaktbal. Gisteren is Ivy ook gelongeerd van Mara. Ja. En nu gaan wij weer rijden. Ging redelijk. Ivy was niet meer mee vandaag. En ik niet met Ivy. Dus boeien. Ging niet helemaal lekker. Maar volgende keer weer beter. Goedemorgen, dinsdagmorgen. En dan ga ik meestal met Blondie naar de aquatrainer, zo ook vandaag. Ik heb een planningsfout gemaakt, dus ik zal Blondie na de aquatrainer even op de trailer zetten en dan in de auto werken. Goed ook zeg, want ik ben gewoon mijn iPad vergeten, dus die moet ik nog even halen. Daarna ga ik naar de Arkhoeve Blondie halen en naar de aquatraining. Inmiddels met Bonnie ingeladen, ik was aan de telefoon, dus dat kon ik even niet filmen. En we zijn nu bij Horses in Hens, waar ze lekker op de aquatrainer gaat. Daarna mag ik dus in de auto even werken en dan terug naar stal. Nu Pony uit de trailer halen. De aquatrainer geweest. Ze deed weer goed. We hebben een windje. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. En we gaan weer terug naar huis. Hi. Ik heb net mijn certificaat van Anker opgehaald. Met een cum laude geslaagd. Ja, dat valt ook wel weer mee. Ik ben geslaagd voor mijn Anker exam. Zo,
We zijn nu in Schiedam. Bij Ivy. Ik was zo dom om mijn sleutels te vergeten. Van de kast van Mara. Dus toen kwam de hele lieve papa van Mara het brengen. Dus hij zei, ja, we kunnen het ook wel bij je thuis afgeven. Ook bij u thuis, want het is aan weer. Van, we kunnen wel bij u thuis afgeven. Het zei ik net iets te hard, ja, maar wat nou als mevrouw van Dijk? Wat nou als uw, nou ja, ik ga geen naam noemen, maar wat nou als nou ja, mijn oude Nederlands docent opendoet? En toen zei hij, nou, ik zeg wel dat jij het sleutels komt brengen en dan zorg ik dat ze opendoet. Top! Love it! Ja, Ivy, ik moet hier nog even aan wennen. Dit is hier mijn ding, zeg maar. Wat? Niks. Nee, je ding. Ik heb net Ivy gelogeerd / freesteld. Veel ook al geoefend dat we spieropbouw wat meer kunnen opbouwen en dat ze daar wat meer aan gewend raakt. De linkerhand bij mezelf ging niet zo goed, maar tijdens de logeren ging het juist weer heel erg goed. Dus dat zijn ook weer dingen waar ik dan aan kan werken, dat ze het in haar eentje wel kan en met mij erbij niet. Dus dat zijn dingen voor mij ook wel weer aan te werken. Nu ga ik Ivy afstaan aan het eten geven en dan ga ik... Ga ik naar huis toe. Dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Laat even beneden in de reacties weten wie kans was. Want jullie hebben nu vakantie gehad als het. Dus of niet volgende week. Dus of vertel hoe je vakantie was. Of vertel wat je gaat doen met vakantie. Laat even beneden weten. Ja. Zie ik jullie heel graag morgen.